Twee minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Als gezegd, we komen deze weken tot aan de verkiezingen uit onze Haagse studio. En dat heeft alles mee te maken dat we elke ochtend een, een lijsttrekker hier um, tijdens de koffie krijgen. En vanochtend is dat de voorman van de SGP, Kees van der Staaij. Meneer Van der Staaij, hartelijk welkom. Dank. Uh, Joost Vullings uh, ook uh, hier. Want uh, ja, die zit helemaal in die politiek. Uh, dus uh, uh, die gaat zich er ook zeker mee bemoeien. U had het debat niet gezien. Uh, de krant intussen wel allemaal uh, meegepikt vanochtend. Klopt, ja, ja. inderdaad. Ja. Viel er nog iets op Nou, mijn eerste beeld was wel. Um, het eerste wat ik zag van het debat was van NOS td tekst uh, uh, Dat de lijsttrekkers ja. uh, gemeenschappelijk vonden islam geen bedreiging. En dat dat zijn wel een, een beetje een opvallende tekst, dat zei ik net al. Want, uh, waarschijnlijk er we allerlei nuances in het debat zelf over. Uh, maar dat, dat, dat viel mij wel op. Dat ja, het, het was dat, inderdaad zo dat, dat de, de stelling was: dat ja, vrij recht, strak geformuleerd dat de islam een bedreiging was. En daarop zei iedereen nee, maar de radicale islam vonden mensen wel een bedreiging, de meeste lijsttrekkers eigenlijk allemaal wel. Dus dan is de vraag aan u, van, uh, maakt u ook dat onderscheid... of ziet u dan de islam als, als geheel als een bedreiging voor Nederland? Nou, ik vind het, uh, dat je wel moet oppassen om het heel scherp tegenover elkaar te stellen. We hebben een, een, een brave islam waar helemaal niets mis mee is. En we hebben een radicale islam. Dat is wel een beetje wat er met de politiek correcte manier van bekijken is. Ik zie wereldwijd veel meer dat alles wat in elkaar overloopt en dat het vaak helaas niet zo duidelijk is om een onderscheid te maken is tussen wanneer wordt het nu echt radicaal en wanneer is het allemaal onschuldig? Maar er bestaat in uw ogen dus geen brave islam? Nou, dus er bestaan moslims. Die uh, hele prettige burgers zijn en die we niet allemaal als verdachten moeten beschouwen. Maar de godsdienst als zodanig: uh, daarvan moet je wel vaststellen dat ook het gebruik van geweld tegen andersdenkenden behoorlijk diep in die leerstellingen van de islam ook verankerd is en het daarom ook vaak kan gebeuren. Uh, dat, uh, dat juist ook uh, zeg maar meer vredelievende moslims worden benaderd achter de broek gezeten... door mensen uit saudi arabië en Iran die eens even gaan uitleggen hoe het echt in elkaar zit. En ik vind het echt heel belangrijk, en ik heb er ook gesprekken over gehad... in Nigeria, in Pakistan, in andere landen op werkbezoek... dat er ook juist al meer echt inhoudelijk tegen werk wordt geleverd... over die radicale leerstellingen. Geldt dat eigenlijk niet voor alle geloven trouwens? Ik, ik, dat, dat is weer het, het typische Nederlandse gelijkheidsdenken om te zeggen van weet je, met alle opvattingen en godsdiensten kan je de goede en kan je de verkeerde kant op. Maar ik denk dat ook al bijvoorbeeld 100 jaar geleden las je in Nederland ook diepgravende studies over de islam. En die zeiden pas wel op, voor de islam is toch kenmerkend niet onderwijst al de volken zoals Jezus zei, maar onderwerpt al de volken. En ja, dat zit er toch wel vrij sterk in en daar moeten we niet makkelijk aan voorbij gaan. Uh, Joost, we hebben eigenlijk bedacht dat we uh, één thema een beetje eruit pikken. Dit programma is in, in de ochtenduren uh, natuurlijk altijd... dus veel mensen onderweg ook die naar dit programma luisteren. En uh, ja, we willen ook van de politiek wel eens horen... hoe het gaat met de infrastructuur en, en wat voor plan u daarover hebt. Ja, Trekt trek de SGP extra geld uit voor wegen en spoor de komende vier jaar... Wij um, doen er niet heel veel bovenop, zeg maar. Ja, nul het, zelfs. Dan, dus ja, per ja. saldo blijft het zeg maar in dat hetzelfde budget. Maar dat komt omdat er ook natuurlijk, uh, bot, dat is een verschil met defensie, waar we het vaak ook over gehad hebben. Daar liggen geen Lange termijn planningen met allemaal bedragen vast bij de infrastructuur. Is dat wel behoorlijk goed geregeld? Dat er echt ook geldpotten zijn waar het voor de toekomst in vast ligt. Wij zeggen wel zorg dat, 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 dat die ook langer nog doorlopen. Ja, maar houdt dat in dat de SGP denkt. Nou, zoals het spoorweg net nu is en zoals het wegen net nu is, is het goed? Nee, zeker niet. Het is meer een kwestie van welke punten pak je met prioriteit aan. En er staat nog heel veel op stapel... en er zit gelukkig ook nog heel veel geld in de potten... voor extra uh, OV en voor extra openbaar vervoer... en voor extra wegen of aanpak van, van fileknelpunten. Uh, bijvoorbeeld Rotterdam-Gouda. Maar ook, laten we niet alleen naar de Randstad kijken... ook buiten de Randstad. Staphorst en zag en ik zelf. Ja, een stationnetje. Hè? Ja, een ja, station ja, ja. Van Heeft u dat altijd in het programma staan eigenlijk, of niet? Nee, dat is geen standaardbepaling. <laughs> okay. Dat is echt op grond van een goede analyse... Okay. van hé, hey, laten we dat ook niet vergeten. Plaatsen die inderdaad dat ook rechten op... Dat in het SGP-programma heel nadrukkelijk echt wegen met, met, met wegennummers worden genoemd. In Zeeland ook. Ja, dat zeker. Om ze ja, dus dus te laten zien dat de achterban recht heeft op afval. Ja, niet alleen de uh, achterban, maar ook gewoon vaak de mensen in de regio die toch het idee hebben en niet zonder reden dat het wel erg vaak over die randstad gaat. Dat je ook laat zien: wij willen echt ook, en dat zit ook bij ons in de gene, ruimer kijken dan alleen de randstad. En verkeersveiligheid bijvoorbeeld komen altijd nog meer dan 600 mensen elk jaar uh, om in het verkeer. Daar mogen we echt nog wel een, 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 een een beetje harder voorlopen om daar die uh, knelpunten ook in op te, op te lossen. Gisteren tijdens het debat, u heeft het niet gezien, u gaat straks, neem ik aan, u uh, opsluitend het hele debat terugkijken. Was er ook een, een, een stelling over de, een kilometerheffing? Uh, Rekeningrijden is daar een ander woord voor. Hoe, hoe staat de SGP daarin? Wij eh, hebben eh, het principe altijd gesteund, dat je zegt je moet eigenlijk voor veel rijden eh, meer betalen dan voor weinig rijden. Je kan beter zorgen dat de vaste kosten wat omlaag gaan en dat je meer betaalt per kilometer. Het kan helpen om de file-problematiek op te lossen. Maar ik heb het hier ook als Kamerlid meegemaakt, dat, dat, eh, dat er totaal niets van terecht kwam, dat er eigenlijk helemaal geen draagvlak. Voor was en geen vertrouwen voor was. Dus wij denken dat het, als je daarmee. Als je wil kijken welke mogelijkheden daarvoor zijn, dat je met bescheiden proefprojecten zou moeten beginnen om te laten zien. Uh, hoe het anders zou kunnen en beter zou kunnen. Ja, maar is dat niet het probleem juist? Dat draagvlak, dat politieke partijen daar zo bang voor zijn? Want alle experts zeggen zo'n beetje dat, dat dit eigenlijk de oplossing is. Dat de, op een of meer dat rekening rijden. Klopt. En daarom was zelfs de VVD in het verleden overtuigd. Maar uiteindelijk zag je toch wel dat er zoveel maatschappelijke weerstand tegen de plannen kwam. Uh, dat men het er eigenlijk niet vertrouwde. Dat het toch allemaal duurder zou worden. of de privacygevaar zou lopen met kastjes. en noem alles maar op. Dat voor mij wel de les is: ja, uh, met alleen uh, de, de, de weten... Dat het een zinnige bijdrage zou leveren, zijn we er niet. Dan moet je ook investeren in het draagvlak. En goed kijken wat dan wel en niet uh, gaat lukken. En daar kunnen dus die proefprojecten voor helpen. G gelooft hij er wel in? Want Siebrand Buma van het CDA zei gisteren in het debat van. Ja, hij wil het niet, maar hij zegt het kan ook niet. Die techniek dat wordt heel erg ingewikkeld. Kijk naar de overheid met ICT-projecten, wordt eigenlijk altijd een ramp. We moeten er überhaupt niet aan beginnen. Nou, ik vind het zo. De, de, het, het is te serieus, zeg maar, wat er aan studies ligt. Die zeggen van er zijn mogelijkheden voor en het kan helpen om het zomaar terzijde te schuiven. Maar ik ben ook wel een beetje wantrouwend of dit allemaal wel zo gaat lukken. Vandaar ook die hele. Bescheiden poging. Het is, het is te mooi om het zomaar in de prullenbak te gooien. Maar uh, te link om zomaar enthousiast ja tegen te zeggen. Dus als, proef, uh, als er een proef gehouden wordt en het blijkt dat het inderdaad heel ingewikkeld is... of het levert te weinig op, dan zegt de SGP, dan, dan stoppen we er ook direct mee. Dan, als, het, als, het niet, uh, als het niet werkt, dan moeten we het niet doen. Um, 130 kilometer per uur rijden, dat mogen we in Nederland op bepaalde stukken. Uh, onder dit kabinet allemaal tot, uh, tot stand gekomen. Bent u daarvoor? Moet dat zo blijven? Wij zijn er voor uh, dat het zo blijft. Als het inderdaad veilig en uh, gezond kan. Zeg maar, als het gaat om he, ook de luchtvervuiling en dergelijke. En uh, voor ons is eigenlijk toch een beetje het toverwoord uh, flexibiliteit. Het, het werkt niet om allemaal voor alle wegen en voor alle tijden. Uh, vaste maximum snelheid te hebben. Op het ene traject zal het echt lager moeten. En op het andere traject kan die 130 prima. Geen probleem. Dan is er geen probleem. Nee, oké. Okay. Betekent dat wel dat er dan op bepaalde trajecten... waar nu gewoon 130 kan worden gereden, als het dan flexibel wordt... dat je dan misschien daar minder vaak 130 mag rijden? Ja, dat zien we nu natuurlijk gebeuren. Ik, ik rij ook. En met net zoals elke burger regelmatig overwegen... waar je de ene keer 100 mag rijden en, 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 en soms 130 mag rijden. Of vaak 120 en soms 130. In het begin dacht ik wel even van wat een, wat een onduidelijkheid... met al die bordjes van, van na 7 uur s'avonds. Mag het wel? Hm. Maar ja, daar moet ik ook eerlijk van zeggen... je wint er ook weer aan als je dan eens een keer denkt... Van hoe het wordt nog eens een keer uitgelegd... dan snap je op een gegeven moment ook wel hoe het in elkaar zit. En daar is je prima mee te werken. Ik zag van de week de auto van uw collega Albert Delkstra... van de SGP in de parkeergarage van het plein staan. Helemaal onder de SGP-stickers. Zit dat ook op uw auto? Um, nee. Dat disciplineert wel, hè, als je met dat soort stickers gaat rondrijden. Hè? Ja, dat was wel heel grappig. Ik rijd nu in een, in een auto die inmiddels die, die zoveel SGP heeft... dat ik die sticker niet meer nodig heb. Ja, Wat, hoe, wat, um, wat voor model is dat dan? Dat is een Volvo die wij in bruikleen hebben gekregen voor de campagne. Dat is een echte SGP-auto? Een gesponsorde SGP-auto met hele dikke letters ja, SGP dat bedoel, aan de zijkant. Die, ja, dat bedoel ik. Ja, ja. ja nou, dat is inderdaad wel waar. U rijdt er een stuk zachter door. Ik, nou, ik, ik, ik probeer me altijd aan de snelheid te houden... Al is het maar zo, het vlees is zwak voordat ik bang ben voor die dikke boetes die dan op de deurmat belanden. Um, maar... Als je met die stickers oprijdt, dan, let je, dan besef je nog wel meer van. Uh, ja, ik moet wel even oppassen. Want uh, mijn gedrag wordt nu ook de SGP aangerekend. Hebben we hier nu een primeur, Joost? Uh, van de staar gaat zelfs wel eens over de schreef. Ja, precies. En uh, wat doen die stickers? Uh, gaan mensen vrolijk toeteren naar u als ze langsrijden? Of wordt die van de weg afgedrukt als er SGP op de nou, over het algemeen vrij rustig. Ja, uh, vrij algemeen. Over het algemeen vrij <laughs> rustig. Maar er zijn uitzonderingen. Er zijn wat enthousiaste mensen die, die uh, klaxoneren en uh, die flink toeteren en zwaaien. En, uh, en, en ja, echt negatief. Ik ben nog niet gesneden of, ge, of bumperklevers en zo. Dat, nee, Het is verder nog vrij, vrij rustig. Heer Van tijd het zal u niet onbekend voorkomen, ook dat veel mensen u toch uh, vaak aan de ChristenUnie koppelen. Hè? Of, of soms denken dat dat dezelfde partij is. Uh, wat is het verschil? Ja, wij zijn inderdaad verschillende partijen. We hebben ook veel overeenkomsten als het gaat om inderdaad opkomen voor het leven uh, en uh, voor het gezin. Dat zijn belangrijke punten van overeenkomst. Ik denk ook als je kijkt naar uh, hoe wij gestemd hebben de afgelopen periode en uh, wat onze standpunten zijn, dat de grootste verschillen eigenlijk liggen op migratie en asiel. Daar zijn wij duidelijk veel strenger in dan een partij als uh, de ChristenUnie. Wij zijn veel, veel meer voor een strenger asielbeleid. Hebben dus niet al die pardonregelingen en zo gesteund uh, die de ChristenUnie wel altijd uh, vol enthousiasme omarmde. Mm, u, u, want u gokt op vier zetels uiteindelijk hè, bij deze verkiezingen. Tenminste, die, daar gaat u van uit. Um, ja, maar... gokken ligt niet zo in onze aard. Maar nee. we hopen inderdaad wel... <laughs> uh, okay. uh, maar moet die, uh, moet die ene extra zetel dan van de ChristenUnie komen? Nee hoor, die, uh, ik heb het liefst dat die ook nog wat zetels erbij krijgen. Uh, en wij ook, dat is het mooiste. Maar waar denkt, u meer... dan, waar denkt u het vandaan uh, te kunnen halen? Ik dacht pas, bijvoorbeeld, ik hoorde mensen die twijfelden tussen GroenLinks en, uh, en ChristenUnie. Uh, die, uh, en dan, dan denk ik van nou, dan zou ik naar nou maar naar de ChristenUnie gaan als je daar tussen twijfelt. Of moeten ze van de, van de VVD afkomen? Want premier Rutte, toen u de stemwijzer invulde, kwam de SGP op, op nummer twee. Dus je zou eigenlijk ook kunnen zeggen de SGP is een soort, soort christelijke VVD. Is dat Aantrekkelijke groep voor u, de VVD. Nou, wat ik merk is dat er voor heel veel mensen hele verschillende redenen zijn om uh, SGP te stemmen. Ook al, zeg maar, hebben ze dat van huis uit niet gedaan. Het, het, ik, ik ontmoet mensen uh, pas vanuit Brabant met een kopje koffie, die inderdaad zeiden van we gaan voor het eerst SGP stemmen. Omdat jullie duidelijk voor uh, waarden en normen staan. Omdat je ook laat zien dat je ook gewoon scherpe standpunten kunt hebben, maar het wel een beetje beschaafd aan toe kan gaan. Uh, dus op het punt van bezwaren tegen. De doorgaande, uh, de doorgaande integratie van Europa. Het richting Verenigde Staten van Europa gaan, die andere partijen daarin te terughoudend vinden. De kritische positie ten opzichte van de islam. Dat zijn allemaal uh, redenen waarom ook mensen uh, die het eerder niet deden, nu wel van plan zijn om SGB te gaan strekken. U noemde het trouwens net GroenLinks. Is dat niet iets dan voor? ik noem het maar even klein-christelijk uh, rechts om, om ooit die samen, om, om ooit nog samen te gaan. Nou, maar GroenLinks zag je de laatste tijd ook nog wel uh, uh, op bepaalde onderwerpen vond ik een hele bedenkelijke kant in te slaan... als het gaat bijvoorbeeld om de vrijheid van onderwijs. Die hebben ze even tussen neus en lippen door nee, Ik bedoel niet, ik bedoel de niet u, u, dat u met, met de GroenLinks samengaat. GroenLinks als voorbeeld aan, aan de GroenLinkse zijde... een samenstelling van een aantal partijen die ooit ook bestonden... maar dat u samen met de ChristenUnie een, een, een blok gaat vormen. Nou, kijk, als als wij vormen met andere partijen... Uh, welke dat ook zijn, een blok in de Kamer... maar zeker regelmatig ook met de christelijke partijen... voor punten waar wij gemeenschappelijk voor staan. Maar geen fusie. En uh, mijn ervaring... Is dat ook heel veel van die fusiebewegingen van de afgelopen jaren zijn meer vanuit een soort zwakte naar voren gekomen? Van ja, misschien staan we toch met elkaar wat sterker dan vanuit kracht. En ik denk dat dat veel beter is dat je vanuit kracht samenwerkt met partijen. En dan sta je er ook het sterkste voor. We hebben ook een, 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 nog een nieuwe christelijke partij, draait al een tijdje mee, niet zo bekend, maar de laatste tijd een aantal keer op tv geweest. Jezus leeft met een buitengewoon vrolijke lijsttrekker. Is dat nog een serieuze concurrent voor de SGP? Die doet al wat vaker mee. Nou, ik zou zeggen. Uh... Ik vind het een mooie actie eh, om te zeggen... Jezus leeft en daar wil ik met andere mensen over spreken. Uh, maar doe het niet als politieke partij. Laat dat uh, aan de bestaande partijen over. Daar hebben ze eigenlijk niets nieuws en meer in te bieden. En ondertussen halen ze wel stemmen weg. Uh, bij de christelijke partijen mogelijk. Uh, en je loopt daarmee het risico dat die extra zetel of die restzetel... naar D66 gaat in plaats van naar de SGP. Dus dat is toch uh, ja, maar dat dat wel is, jammer zijn. Het is weer net, een, net een iets andere, andere smaak, is het waarschijnlijk. Maar ik zou zeggen, we hebben eigenlijk op dit moment moment precies smaken genoeg. Ja, dus het dat is niet echt. zit de, de er de nog ja, 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 ja Ik hoor het al. Hij ja. ging eruit van uw kracht. Ja, maar er is er is genoeg te kiezen. Weet ja, dan, dan, dan kan die jezus uh, dat Leefman dat er toch ook gewoon bij? Ja, maar ik zie dus niet in wat hij nog meer te bieden heeft, zeg nee, nee. maar. Dan de maar Ik heb, het, ik heb het hem gevraagd dan, ik heb hem een keer mogen spreken. wat is nou het verschil tussen de SGP en, en uw partij? Toen zei hij van ja, kijk, de SGP is toch een partij die dan nog heel erg denkt in in wetten om, om het gedrag te normeren. En hij zegt ja, als je Jezus toelaat in je hart dan komt het allemaal goed. Ik vond het wel zeer verfrissend, moet ik zeggen. Ik vind dat een mooie boodschap voor zeg maar, missie, voor evangelisatie, voor een goed gesprek met je buren. Maar in de Kamer zijn we wel echt bezig met wetten te maken. En daarom zeg ik: van ja, euh, euh, dan, daar, daar, daar zal je toch ook weer op zo'n manier invulling aan moeten geven. als precies de SGP doet. Het klinkt bijna alsof u gaat pleiten voor een kiesdrempel. Een kiesdrempel, nee, dat, daar, daar ga ik niet voor pleiten. Um, ik ga meer pleiten voor bedachtzaamheid bij politieke partijen. Uh, hebben we wel per se ook een nieuwe smaak toe te voegen? Um, maar uh, een kiesdrempel, uh, dat moeten we niet hebben. Dan uh, raken we juist het geluid. Van ook kleine partijen uh, kwijt. Zoals die van Ja, of een van. Hè. Je ziet het in Duitsland uh, ook dat de liberalen zijn weggevaagd. Dus ik bedoel, het is ook bedreigend voor VVD en P van de Aam. een kiesdrempel te hebben, zullen we maar zeggen. Uh, het zou toch jammer zijn als die straks niet meer terugkomen. Meneer Van der Staa, we hebben net onze luisteraars gevraagd. Hè? Uh, uh, want ze zijn namelijk de leukste luisteraars van Nederland. om uh, vooral ook uh, met uh, bijzondere vragen te komen. U, 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 u kon hem voelen aankomen, denk ik. Jan Gerritsen via onze app die zegt. waarom zet de SGP niet tenminste één vrouw. al was het maar uh, een lijstduur op de lijst? Dat scheelt toch weer een hoop vragen of gezeur. Ja, het is ook altijd weer... Um, Jan Gerritsen, het zijn veel mannen die er altijd over beginnen. <laughs> valt me op een manier op. Maar, um, uh, maar goed. Misschien moest hij van mevrouw Gerritsen. Ja, kijk, weet je, ik vind dat is typisch iets ook... Uh, waar, wij, uh, in, waar een partij zelf over moet gaan. Van welke mensen zet je op een lijst. En ik merk dat wij uh, nu een lijst hebben... die gewoon breed in onze partij gedragen wordt. Er zijn verder... Ontwikkelingen geweest in de achterliggende jaren rond lidmaatschap. Uh, actief betrokken zijn bij de politie veel grotere uh, politieke betrokkenheid van vrouwen geven. En dat waardeer ik positief. Ja, maar zegt u daarmee, uh, dat is nog een kwestie van maanden, jaren? Nee, ik, dan, dan, dan zegt iedereen van, uh, is het nu nog niet het geval, is het nu nog niet het geval. Al zou er maar ergens op plaats 29 een, iemand staan... dan zou onmiddellijk alle aandacht daar alleen naar uitgaan. Dus mijn stelling is veel meer... Oh, je bent al die, al die over... ja. Nou, nee hoor, ik ben dat niet, want ik gun iedereen de aandacht. Maar ik wil maar meer zeggen, juist die... Die, die nogal uh, soms hele um, uh, sterke gerichtheid op precies dat punt, die veel meer van buiten soms leeft dan in de eigen partij, uh, die helpt over het algemeen niet om juist daar meer ontspannen mee om te gaan. Nou, goed, Jan Gerrits heeft zijn antwoord. John Koenraads nog even, die vraagt uh, over het uitsluiten van partijen. Is een partij uitsluiten verstandig om te doen? Omdat je daarmee een hele groep kiezers ook uitsluit. Sluit u eigenlijk een partij uit? Nou, ik ben het daarmee eens dat het, dat het toch wel grote bezwaren uh, heeft als je partijen gaat uitsluiten. Uh, zeker als je bijvoorbeeld op voorhand zegt van nou een partij die de grootste wordt. Ik vind dat die sowieso niet mag meedoen. Dat geeft, dat, dat geeft wel ook uh, mensen die zo'n partij gekozen hebben het gevoel dat ze zeg maar, ja, volstrekt genegeerd worden. Uh, dus daarom ben ik er persoonlijk geen voorstander van om partijen op voorhand uit te sluiten. SGP sluit niemand uit. Nee, ik hoor het. Dat klopt. Gaat hij vandaag nog met die SGP-auto in een carnavalsoptocht meerijden in Brabant? Om ook daar stemmen te winnen. Ja, ik, ga meer... ik zie, ik zie die, die auto er in één keer zo tussen rijden. Ik ga meer richting het noorden vandaag. Ah. En ik heb het idee dat daar iets wat, wat minder is. Dat, ja, dat schijnt. Ja. Maar het wordt even goed feestelijk. Ja, ben benieuwd. Er zijn wel een paar plekken trouwens in het noorden waar ze Carnaval vieren. Ja. In het oosten en, en ook zelfs verder nog in het Achteren. noorden ja, ja, gebeurt wel. Uh, dank dat u hier was. Uh, u was de eerste in, in de rij van veel. Uh, en uh, we komen u tegen. Graag gedaan. Hartelijk dank. Kees van der Staaij van de SGP. Naar Kees Kwaks nu voor de files. De ochtendspits is bijna gedaan. De enige plek waar u nog echt in de file staat is de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort. De oorzaak is een ongeluk bij Muidenberg. Vanaf naar de staat 7 kilometer, een half uur vertraging. Het verkeer gaat al langs vierde 1979 blondie.